Voelt dat ook zo? Ja, het is, een penalty is altijd een bonus. En als je die mag pakken, dan ja, heb ik wat toe aan de overwinning. Jullie winnen eindelijk weer een keertje, maar waarvoor kost het zoveel moeite in een wedstrijd met een tegenstander van dit kaliber? Ja, we maken het onszelf denk ik moeilijk hoe we de tweede helft starten. En, Fortuna klapte denk ik 5 of 6 keer overheen en 3 keer een goede kans. Dan roep je het eigenlijk over jezelf af. Je komt dan binnen een half uur op 2-0. Dan zou je moeten denken dat deze wedstrijd is makkelijk uit te spelen. En dan gaat het na rust eigenlijk ontzettend mis. Weet je, heb je enig idee waar dat dan ligt? Ja, op het middenveld liepen we ons voorbij. En toen ze kwamen steeds door over via de zijkanten. Daar hadden we het gewoon heel lastig mee. En toen losten we het op. Een minuutje of 20, 25. Toen kwamen we wel iets beter in ons spel. Alleen toen de laatste 10 minuten kregen we een rode kaart en de scheidsrechter ging gekke overtredingen. Hij ging overtredingen geven, of vrijtrappen geven, wat eigenlijk helemaal niet overtreding was. Dus ja, toen wisten wij het eigenlijk ook niet meer. Met zo'n scheids. Hij geeft rood en een penalty. Ja, het schrok nergens op. Dan gaat het dan mis, dan wordt het 2 tegen 1. Dan krijg je die strafschop tegen. Dan denk je toch, volgens mij, daar gaan we weer. En dan ga je op de lijn staan en dan? Nou ja, ik ga niet op de lijn staan dat ik al denk dat hij erin gaat. Ik ga natuurlijk daar staan om te pakken. Ik had me wel voorbereid en vorig jaar Den Bosch wist ik ook, kreeg ook een penalty tegen. Dat was waar Cardisolo in het team zat, dat was Den Bosch toen. Schoot hij hem ook rechts en ik had nog wat vrije trap van hem gezien op tv en ik wist dat hij rechts is. Uiteindelijk win je dan met 2-1, denk ik, na een hele hectische eindfase, veel gele kaarten, ook die rode weer. Ja. Is het nou echt alleen maar de scheidsrechter die daar het probleem was? Nee, ik denk dat we ook bij onszelf te raden kunnen dat we domme kaarten pakken. Het is volgens mij de volgende wedstrijd 2 schorsingen. Nee, 1. Dus Kier Ramos is misschien geschorst. Dat is gewoon dom. In ieder geval ga je lekker met de overwinning terug de bus in en jij met een extra lekker gevoel dat die punten eigenlijk jou gepakt zijn. Ja, nee, heb je helemaal gelijk. Gefeliciteerd. Ja, bedankt.